50 tinten vreugde, dat slaat eigenlijk op bloemen. Bloemen, dat is het geslachtdeel van een plant. En als je ziet bloeit, dan zie je een orgasme. En als het goed gaat, maak je nog vruchten ook. Nou zijn dit sierkolen. Dat zijn helemaal geen bloemen, maar ze zijn wel heel erg mooi. Niet erotisch hoor. Kool, het is eigenlijk de belangrijkste plant die we hebben. Want de kool die wordt al duizenden jaren door de mensen gegeten. En van die kool gebruiken we eigenlijk alles. Je begint met een wortel, denk maar aan de koolrabi. We gebruiken de steel als veevoeder. En de spruitjes die eraan zitten, spruitkool. Als je gaat bloeien, heb je een bloemknop, is de bloemknop. We gebruiken eigenlijk alles, want hij vormt ook nog zaad en dat is de koolzaadolie. Kijk, en hier, ik zal er eentje pakken. De Romeinen die hadden hem ook al en die hadden eigenlijk een boomkool. Die werd 5 meter hoog, dat het grote blad. Ook dat blad gebruikten ze en die steel die gebruikten ze ook als veevoeder. Dit is een sierkool. Ik ben aan het voelen naar de hardheid van die bladeren. Maar ja, er zijn heel veel mensen die zeggen kool in mijn huiskamer, dat stinkt naar kool. Dat vind ik een vieze lucht. Eigenlijk, het stinken, dat is een beetje, dat heeft met haalbaarheid te maken. Eigenlijk zijn ze al een beetje aan het afsterven. Nou, deze zijn zo hard, dus de haalbaarheid veel hoger en dan heb je geen koollucht. Moestenier is helemaal in. En een moestenier die weet, dezelfde soort groenten mag je niet op dezelfde grond telen. Dat moet elk jaar veranderen, dat noemen ze wisselteelt. Nou, is dit sierkool. Maar het is gewoon kool. Als je dat elk jaar op deze grond zou telen, worden ze ook ziek. Nou, daarom hebben ze hier ook wisselteelt. 1 keer in de 7, 8 jaar staat die kool hier. En dat betekent dat je gezonde planten hebt en nergens last van hebt. Ja, ik zit er een beetje tussen te kijken. Waarom? Vroeger had je eigenlijk van sierkool had je maar 1 vorm. Tegenwoordig heb je verschillende vormen. Het zijn net bloemen. Het lijkt wel of deze van de boerenkool afkomstig is. Maar je hebt ze met glad blad, je hebt ze met heel groot blad en je hebt ze in verschillende kleuren. Ja, die kool, dat is eigenlijk een waardplant. En wat is nou een waardplant, zeggen veel mensen? Nou, dat is een plant waar rupsen van vlinders graag op vertoeven. Die willen ze lekker kaal vreten. Een heel bekende vlinder is het koolwitje. Nou, waarom heet die zo? Omdat die rups op die kool zit, die vreet die hele kool kaal. Maar het mooiste is, dat wil die kweker natuurlijk niet. En dat is het allemaal weggevreten. Tegenwoordig veredelen ze. En veredelen, dat doe je eigenlijk met een paar opdrachten. Tegenwoordig willen we krachtige planten hebben die sterk zijn uit zichzelf. Die schimmel- en ziekteresistent zijn, heel belangrijk. Maar je kan ook zo gaan kweken dat bijvoorbeeld het blad heel hard wordt. Nou, en daar houdt nou net die rups niet van die vlinders. Dus dan kan die vlinder een eitje liggen en dan komt de rups uit. Maar die rups die denkt, hier is niet lekker, ik ga weg. En dan heb je mooie, gezonde planten. Dus op de kracht van de plant moet je tegenwoordig gaan zoeken.